Ik zou willen beginnen met te zeggen dat de middelbare school in het algemeen de tweede mooiste periode uit mijn leven was. De mooiste periode is absoluut de hogeschool, in mijn geval dan de toneelschool. En de middelbare school komt absoluut kort daarna. Het is absoluut een geweldige periode geweest. Ik heb in twee scholen gezeten. Te beginnen met heel mijn. Vanaf het eerste middelbaar tot en met het vijfde middelbaar. In het vijfde ben ik blijven zitten. Oh ja, blijven zitten. Maar kijk, het is toch goed gekomen met mij. Enfin, toch een beetje. De eerste 4 jaar van het middelbaar heb ik in het college gezeten in Knokke. Daar heb ik vooral geleerd wat studeren is. Heb ik vooral hard moeten werken en was het blokken en huiswerk maken tot 10 uur 's avonds. En dan ben ik in het vijfde moeten blijven zitten, maar ik was het echt kotsbeu. Ik vond dat allemaal te schools. Dat zou nu raar klinken voor wie ik was. Of ik wilde absoluut iets anders gaan doen. Ik wist al heel lang dat ik eigenlijk acteur wilde worden of iets daarmee gaan doen. Dus ben ik iets in die richting gaan doen. En ben ik dan in het vijfde en het zesde, dus mijn derde graad, ben ik dan gaan doen in de Kunstacademie in Brugge. Kunsthumaniora is dat. En daar heb ik woordkunstdrama gevolgd. Zo toneel, zang, alles, hè. Dans, creatief musiceren. En daar moet ik zeggen dat de theoretische vakken, dat ik daar toch een enorme voorsprong had door uit het college te komen. Dat ik blij ben dat ik toch eerst het college heb gedaan. Gewoon een zeer algemene richting. Ik heb economie, wiskunde, economie, moderne talen gedaan. En toen ik daar kwam, in de kunsthumaniora, heb ik het gevoel dat ik mij daar vooral heb ontwikkeld als mens. En ja, voilà. Dus ik heb het studeren geleerd in mijn eerste 4 jaar. En dan heb ik eigenlijk niet meer veel gestudeerd de laatste 2 jaar. Maar ben ik een gelukkige mens geworden. Voilà, kijk eens. Maar de middelbare school in het algemeen, yes, zalig. De J1000 Old School is een groot tweedaags onderwijscongres met zoveel mogelijk zesdejaars uit alle onderwijsgroepen van Vlaanderen en Brussel. Check www.j1000oldschool.com en doe mee.